Voor de laatste keer was Jaap Mol vandaag in Vissers Poffertjesalon in Dordrecht. Vorige week overleed hij op 71-jarige leeftijd. En honderden vrienden en vaste klanten kwamen afscheid nemen. Vissen zonder Jaap Mol, dat kan in mijn ogen eigenlijk helemaal niet. Natuurlijk is het zo dat Dennis van Buren, de nieuwe eigenaar, dat geheel en al in stijl en in karakter heeft overgenomen. Echt met respect voor zoals het was. Maar ik moet zeggen, voor mij en voor denk ik heel veel mensen van mijn generatie, is Visser gewoon niet los te zien van Jaap Mol. Ja, heel vriendelijk, betrokken. En als mensen binnenkwamen, maakt niet uit hoe laat en wanneer. Hij wist eigenlijk, de vaste klanten hadden bij hem een voornaam. Ik heb hier veel gelachen, maar ik heb hier ook gehuild. Ik heb hier gebaald van mislukte examens. Ik ben hier wel eens opgehaald door een leraar. Kom jij maar eens even hier, want je hoort op dit moment in de klas te zitten. Ik heb eigenlijk alles meegemaakt. Ik heb meisjes ontmoet voor het eerst van mijn leven. Dat soort dingetjes. Ja, het leven. Vissen is het leven. Jaap kon schaken als de bliksem. Het was echt een snel schaker en dat was een lust voor het oog om tegen hem te mogen spelen. Helaas is daar een einde aan gekomen, maar ik heb duizenden partijen schaken tegen Jaap als dierbare herinnering. En Biba, zijn hond, die was er ook bij vandaag. Ja, dat ontroerde me eigenlijk wel. Ik moet eerlijk zeggen, zijn kist staat binnen op een klein tafeltje en daar staan wat foto's bij. Er staat een glaasje, flesje bier en een bloemetje en wat kransen. En het is zo ontroerend om Jaap, die daar gewoon thuis hoort en volgens mij er ook altijd thuis zal zijn, daar te zien liggen. Jaap was Poffertjesalon Visser. Ik heb ook wel eens gezegd, de hartslag van de stad kon je horen in Poffertjesalon Visser, mede door die Jaap Mol.